Hallo serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en toekomstig eigenaar van een muisarm. En welkom bij een nieuwe aflevering van Old School Flash Games. Vandaag spelen wij Cookie Clicker. Heel interessant, deze game is namelijk niet old school en het is geen flash game. Dus eigenlijk valt het helemaal niet in die lijst. Maar dat maakt niet uit, vandaag spelen wij Cookie Clicker. En zoals de naam al suggereert, moet je op een cookie klikken. Iedere keer dat je klikt, krijg je één motherfucking cookie en dan spam je die shit. Maar, als jij genoeg cookies hebt, kun je hier een cursor kopen. Die koop je dan, dan gaat hier één zo'n hele leuke muiscursor op zitten. En één keer per 10 seconden, fixt hij een cookie voor mij. Zie je dat? 8 cookies. Zieke shit. Als we heel lang wachten, zullen het er uiteindelijk 9 worden. Echt waar, geloof me. Dat is hoe het spel werkt. 9 cookies. En wat je dus doet, is je verzamelt nog meer cookies. Koop je nog een cursor. En ondertussen krijgen wij al per 5 seconden 1 cookie. Oké, Rick, waar gaat dit spel heen? Helemaal nergens heen. Het doel van dit spel is om zoveel mogelijk cookies te hebben. Het is echt een investering. Je moet heel veel cookies hebben. Dan kun je een ding kopen en die haalt weer cookies voor je. En nu krijg ik dus al meer cookies. En dan kopen we nog een cursor. Wat je ook meteen op moet vallen is, die cursors worden steeds duurder. Dus ja, dat is onhandig. Dat is gewoon onhandig. Tegelijkertijd werkt het spel je dus flink tegen. Ik raad je echt aan dit spel te spelen. Het is echt iets waar je een avondje zoek mee bent. Dan opeens denk je, wat doe ik met mijn leven? Op een gegeven moment krijg je iets van 1 miljoen cookies per seconde. En dan denk je, weet je wat? Ik ga wat anders doen met mijn leven. En dan is het spel uitgespeeld. Het spel heeft geen duidelijk groot eindscherm met je wint. Maar wel gewoon een heel groot getal. En je denkt, ja, ik ben eigenlijk een paar uur van mijn leven kwijt. Dat is gewoon een dikke tip. Ik ben nu gewoon een paar van die cursors aan het kopen. Maar uiteindelijk wil je andere dingen kopen. Zo ga ik zo meteen een omaatje kopen. Ik weet niet precies waar die omaatjes vandaan komen. Maar voor 100 koekjes kun je een oma kopen. Dat is niet heel duur. En die oma's hebben een iets hogere snelheid. Wat hebben die voor snelheid? Iedere oma produceert een half koekje per seconde. Een half koekje per seconde. Dat is een stuk beter in ieder geval dan die cursors. Dus laten we nu een paar oma's kopen. Dit wordt echt een hele rare oldschool flash game video. Normaal speel ik een oldschool flash game. Nu ben ik gewoon heel snel aan het klikken. En koop ik oma's. Ja, het is net wat je ding is op YouTube, weet je wel. Sommige mensen willen gewoon games zien zoals Sonic. Sommige mensen willen zien hoe ik een soort slavenhandel begin op het gebied van oma's. Bel me, puntje, 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 oma. Wat een zielige quote. Oh man, laten we gauw nog een oma kopen. We hebben al 3 oma's, een half bejaardentehuis. Pats. Zo, deze 3 oma's zijn hard koekjes aan het bakken. Ondertussen krijg ik al 2,4 koekjes per seconde. Op een gegeven moment kom je zo ver in de game dat jij eigenlijk niet meer de moeite gaat doen om te klikken. Op een gegeven moment krijg je zoveel koekjes per seconde van die cursors dat je gewoon lekker achteruit gaat leunen. Je piemel uit je broek pakt en gewoon wacht tot je meer koekjes hebt. En dat is ook ongeveer wat ik zo meteen ga doen. Eerst kopen we nog even gaan omaatje. Hartstikke mooi. Hartstikke, hartstikke mooi. En zo meteen kunnen wij al een boerderij gaan kopen. Eerst koop je een boerderij, dan koop je een fabriek. En op een gegeven moment koop je tijdreismachines en gaten in het universum. Het begint op een gegeven moment heel abstract te worden. Ik denk dat we daar heel snel bij komen. Of ik moet ergens in de video gewoon een cut doen waar ik gewoon de game een uur aan laat staan. Dat weet ik nog niet precies. Ik heb nu hele andere dingen om over te praten bij deze video. Ten eerste, waarom heb je een blauwe zonnebril op je hoofd? Nou ja, ik had ook een blauw vest aan. En ik heb sinds kort een hele vieze blauwe schimmel. Ik dacht, weet je wat? Misschien kan ik dat combineren door gewoon wat blauw aan te doen. En dat doe ik momenteel. Ik heb bewust geen achtergrondmuziek. Het is heel belangrijk dat jullie dit kunnen horen. Kijk me klikken dan. Ja, kijk me klikken dan. Eigenlijk had ik gewoon een van mijn Aziatische vrienden uit moeten nodigen. En die gewoon moeten laten klikken. Waarom dan? Nou ja, want Aziaten spelen graag StarCraft. En dan kunnen ze echt 1000 keer per seconde klikken. Helemaal lijp. Dat is racistisch. Nou en? Misschien ben ik wel racistisch. Daar ooit over nagedacht? Tuurlijk niet. Want je bent een racist. Je kan dit kopen trouwens. Een cursor. Wacht even hoor. The mouse gains 1 plus cookie per klik. Oh, dat is wel handig. Als we dit kopen, dan krijgen we als het goed is dus 2 cookies per klik. En deze cursortjes worden sneller. Nou, dat is toch een groot pretpakket. Nou, best wel. Nu kan ik nog meer koekjes krijgen. Meer koekjes. Dit hele spel is eigenlijk een soort samenvatting van kapitalisme. Je wil altijd meer. Ik krijg nu al 5 koekjes per seconde. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik persoonlijk kan er maar geen 5 koekjes per seconde eten. Dat kan mijn lichaam helemaal niet aan. En toch wil ik meer. Kijk, die koekjes omhoog vliegen. Fucking 500, ik bouw een fucking boerderij. Oeh, wat goed. Oh, wat goed voor mezelf. Ik ben zo trots. Ja, ondertussen krijg ik al 8,8 koekjes per seconde. Ik begin trots te worden.
Het is echt leuk om te zien hoe die koekjes per seconde aan het groeien is. Echt een exponentiële functie. Voor de mensen die nooit wiskunde hebben gehad, dit is het moment wat je uitlegt wat een exponentiële functie is. Een exponentiële functie is iets wat steeds meer is. Maar dan meer. Dat is een versnelling. Het is geen rechte lijn, maar zo'n... denk aan als ik één rijstkorrel heb. Die verdubbel ik. Dan doe ik twee rijstkorrels. En daarna doe ik van die twee rijstkorrels maak ik 4. Van die 4 maak ik 8. Van die 8 maak ik 16. Het wordt steeds groter. Bleh! Exponentiële groei. Weer wat geleerd. Koop nog een boerderij. Kan mij wat boeien? Tuurlijk niet. Hier in die store kun je dus perks kopen. Dingen die bepaalde dingen beter maken. Best wel handig. Ondertussen krijg ik al 12,8 koekjes per seconde. Ik ben onder de indruk van mijn leven. Wat kunnen we hier kopen? De mouse en cursor are twice as efficient. Oké, nu krijg ik dus 4 koekjes per seconde als ik klik. Dit is mijn leven. Er komt nog een cursor erbij, gewoon voor de sier. Hoppakee. Als ik 1 cursor koop, krijg ik al 0,4 koekjes extra. En die cursors, ik krijg ongeveer momenteel zo snel koekjes erbij. Ik krijg ongeveer sneller koekjes bij dan dat ik cursors kan kopen. Kijk mijn koekjes per seconde toenemen dan. Mijn leven. Het is echt een leuk spel. Totdat je je leven haat. Dat is eigenlijk voor heel veel dingen zo. Het is leuk. Totdat je je leven haat. Dan moet je misschien wat anders gaan zoeken om te doen met je tijd. Ik stel voor om nu gewoon even heel gauw keihard door te klikken tot we 3000 koekjes hebben. En een motherfucking fabriek te kopen. Een vervuilende fabriek misschien? Sowieso een vervuilende fabriek. Maar dat boeit mij niet. Klik harder. Klik voor je leven. Klik voor de kinderen in Afrika. We kunnen ze redden. Nou, eigenlijk niet. Maar blijf ons nog maar klikken. Ik beval van een babyklikker. Ik krijg erg last van mijn vingers momenteel. Ik ben gewoon een jongen. Ik ben een jongen met een passie voor tongen. Maar ik blijf klikken. Ik blijf klikken. Dus dat. Ik heb nog hele andere leuke thema's verzonnen voor deze video. Zoals mijn leven. Nou, ik zal je wat leuks vertellen over mijn leven. Mijn leven is kut. Ander onderwerp. Cookie klikker. Ik heb bijna 3000 koekjes. Ik wil een farmfabriek bouwen. Ik kan ook heel veel boerderijen bouwen momenteel. Maar daar geloof ik niet in. Kom op, Rick. Bouw die fabriek. Doe dit. Je moet dit doen. Kom op. Je bent zo dichtbij. Het grootste deel van de koekjes komen momenteel gewoon door mijn keiharde geklik. Ik denk niet dat de meeste mensen beseffen hoe snel ik klik momenteel. Fabriek. Woo! Even al die achievements wegklikken. Leuk hoor. Echt. Ik voel me als een soort baby. Zo'n joch dat in groep 2 zit. En alles wat hij goed doet, moet hij een sticker voor krijgen. Kom op, spel. Ondertussen, voor mij doet die fabriek 10 koekjes per seconde. 10 koekjes per seconde van zo'n fabriek. Dat gooit je koekjesnelheid flink omhoog. Nou, dan koop je nog een cursor, nog een oma. En nog een oma, en nog een cursor. Gewoon alles wat je kan zien dat je kan kopen. Gewoon kopen, je snelheid gaat alleen maar omhoog. Hartstikke mooi. We kunnen even gaan kijken of we nog willen sparen voor een van de perks uit de store. Ja, ik ben gewoon vooral benieuwd hoe ver kan ik met 15 minuten van deze poepgame komen in mijn leven. Nou, niet ver in ieder geval hoor. Niet ver. Als je dat maar weet. Oké. Wat verkopen ze allemaal voor moois? Wat is dit? Dit maakt... omaatje sneller. Sure joh. Doe eens wat geks. Woo, mijn leven. Koop je nog een omaatje? Die zijn toch zoveel sneller geworden zojuist. Whatever. Koop je nog een cursor? Hartstikke leuk. Wat doet dit? Oeh, allemaal nieuwe dingen. We kunnen ook onze fabrieken gaan upgraden. Toch leuk. Ze gebruiken ook trouwens de term CPS. Cookies per second. Dat is toch een mooie term. Oké. Ondertussen hebben we ook eens nieuws vrijgespeeld. Voor 200.000 kunnen wij vraagteken kopen. Nou, dat willen we hoor. En voor 10.000 kunnen we motherfucking mine kopen. Minecraft motherfucking confirmed. En dan hebben we eerst nog even zo'n fabriek kunnen kopen. En dan pas moeten we beginnen aan een mine. Maar dat is gewoon mijn mening. Snap je hem? Ja, we kopen nog een paar van die farms, denk ik. Poep. Rick, waarom ben je zo? Goeie vraag, Jeroen van de Boom. Jij bent zo! Dat is van Jeroen van de Boom, toch? Ik ben niet zo erg thuis in Nederlandse muziek. Ik ben niet zo goed thuis, in het algemeen. Ik ben een sukkel. Dat wel. Kom op, Rick. Heb je wel genoeg koekjes? Nee, tuurlijk niet. Voor mij stroomt hier onder melk bij mijn facecam. Geen idee waar dat voor staat, maar... waarom kom je niet vaker langs, oma? Weer zo'n zielige oma-quote. Dikke tip voor het spelen van dit spel. Koop geen oma's. Er komen alleen maar zielige quotes je beeldscherm binnen. Dat is niet leuk. Daar speel ik het niet voor. Kom op, Ruk. De koekjes. Lekker hoor. Hoeveel kost dit dan? 10.000. Maar dan zijn je mousecursors 2 keer zo efficiënt. Dat wil je eigenlijk wel hoor.
Maar dat kostte 10.000. Daar heb ik helemaal geen zin in. Hoeveel doen die cursussen momenteel? Die cursussen hebben momenteel bij elkaar bijna 2000 koekjes gegenereerd. De oma's 1700. De farm 2800. En de factory 1500. Dus we kunnen het beste eigenlijk gewoon nog zo'n factory kopen. Die heeft in zijn eentje pittig veel koekjes voor ons gemaakt. Dankjewel. Fucking factory. Ik heb er nu 2. Als je dat maar weet. Oké dan. Mijn koekjes per seconde zit ondertussen op 53.2. Je moet even realiseren dat we in het begin op 1 zaten. Het is mooi. Het is very mooi. Oh mijn god. Daar een van. Ook een boerderij. Kan het mij boeien? Nee, tuurlijk niet. Zo. Dus ja, waarom kijk je dit nog? Gewoon even een leuke vraag kijken. Waarom kijk je deze video? Waarom ga je niet gewoon zelf cookie clicker spelen? Dit is echt het nieuwe Achgar.io. Dat heb ik zoiets van, ja, waarom kijk je hiernaar? Terwijl je het ook zelf kan spelen. Als je dan toch kijkt, geef me dan meteen zo'n duimpje. Ik wil eigenlijk je duimpje niet, maar geef het alsnog maar. Want je hebt toch niks te doen met je leven blijkbaar. Dan kan dat er ook nog wel bij. Oké, wat gaan we doen? Gaan we sparen voor nog een fabriek of gaan we een mijn kopen? Mijn leven. Zie je wat ik deed? Nee, natuurlijk niet. Koekjes! Ja, misschien moet ik een thumbnail doen waar Cookie Monster in staat. Is dat comedy? Nee, is helemaal niet grappig. Maar doe het toch! Yes! Meer koekjes! Yes, nog een fabriekje. Hartstikke mooi. Dit maakt onze fabrieken waarschijnlijk beter. Oh, niet heel veel. Fabrieken zijn dubbel zo efficiënt. Oh, dat is maar 300.000 koekjes. Oh, die perk heet ook echt kinderarbeid. Yay! Goedkoper, gezonder. Goedkoper en gezondere arbeidskracht. Sowieso. Ondertussen krijg ik dus 72 koekjes per seconde. Automatisch. Dus is er veel minder druk voor mij om te gaan klikken, weet je wel? Het heeft bijna geen zin meer om voor mij te klikken, want dan krijg ik 4 koekjes voor. 4 koekjes per klik. Terwijl ik van de gamer al 73 krijg. Ik ga iets minder snel hierdoor. Maar alsnog, ik kan nu gewoon lekker aan mijn piemel zitten. En gewoon wachten. Je kan nu letterlijk gewoon weggaan. Naar huis gaan. Andere dingen doen met je gezin. En gewoon terugkomen. En dan dingen. What? Precies. Dat is ook wat ik ga doen eigenlijk. Wat ik nu ga doen. Is ik ga zo meteen gewoon lekker leuke dingen doen met mijn leven. Dan kom ik terug. Dan heb ik opeens geld en aanzien in de wereld. En dan maken we de video af. Hier ben ik weer. Met iets meer koekjes en 10 cent. Want ik ben momenteel de koekjesmiljonair. Ik heb eventjes gauw een klein beetje doorgespeeld. Totdat ik 2000 koekjes per seconde kreeg. Toen ben ik naar de kermis gegaan. Heb ik daar even geld uitgegeven van allemaal stomme dingen. En nu ben ik hier weer. Heb ik 2 miljoen koekjes. Mijn leven. Ik kan nu zoveel cursus kopen. Zo fucking veel cursus. Dit wil ik. Kijk mijn koekjes snelheid totaal niet omhoog gaan. Want die cursus doen niet zoveel. Ik kan een portal kopen. Naar een motherfucking ander universum. Hoeveel koekjes doet die per seconde? Meer dan 6000 koekjes per seconde extra. Wat? Daar wil ik er een paar van. Echt, ieder koekje verdubbelt zo'n beetje mijn snelheid. Dit is chill. Die portals kunnen we wel gebruiken. Ik heb geen idee wat daarna komt. Voor mij koop je dan ruimtetijd. Alleen dat is 123 miljoen. Dan moeten we nog eventjes sparen. Ik had eigenlijk een paar van deze moeten komen. Voordat ik naar de kermis ging. Jullie snappen nu in ieder geval het idee. Je begint waar je iedere keer moet klikken voor 1 koekje. En nu nog voor 8. Terwijl ik momenteel met 35.000 koekjes per seconde gaat. Je kan nog wat van deze cursus kopen. En oma's en boerderijen. Momenteel krijg ik gewoon meer koekjes per seconde dan dat zo'n boerderij kost. Je boerderijen, probeer me bij te houden dan. Koop een fabriek, kan mij wat boeien? Nee, we kunnen zelfs dingen kopen zoals een raket. Of 1000 vingers. Dat is, dan krijg je je muis en cursor plus 0.1 koekje voor ieder object dat je hebt. Dat wil ik. Hoppakee. Nu krijg ik 20 koekjes per klik. Mijn leven is compleet. Die 10 cent ga ik uitgeven aan dingen. Dit was de cookie clicker video. Hoop ik voor hem niet heel erg kut. Want het is hij wel. Zo, ik heb nog een Alchemy Lab en een shipment gekocht. Ziet er allemaal hartstikke gezellig uit. Het Alchemy Lab is trouwens wel een grappig grapje. Want normaal gesproken in de middeleeuwen wilden mensen goud maken. Maar dit ding verandert goud in koekjes. Het is ziek omgekeerd. En daar koop ik er gewoon heel veel van. Zie je dat? Net gekocht. Vers van de pers. Ik heb ook een heleboel shipments. Ik ben helemaal verslaafd aan dit spel. Neem me eventjes serieus. Het lijkt misschien een heel stom spel, maar als je dit eenmaal speelt, je stopt er echt niet mee. Deze shit is fucking verslavend. Gewoon die deathmate. Kleine heads up voor je vrouw en kinderen. Begin er niet aan. Of ervaar de consequenties die er zijn. Er zijn consequenties. Ervaar ze. Dankjewel voor het kijken. Doei!
Bedankt voor het kijken, dat maakte mij zo blij. Bedankt voor het reageren, ook dat maakt me heel blij. En bedankt ook voor het liken, ja la 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 la. Ja la 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 la. Blijf kijken, niet zeiken, dat lijkt me een goed plan, ja.